En dan nog gebeurt dat, ziet dat in het bedrijfsleven ook. Mensen in één keer zijn ze grote directeur en morgen zijn ze geen directeur meer. Of ze hebben heel in hun leven gewerkt en in één keer gaan ze failliet. En ze springen van het zevende verdiep of ze gaan pintjes drinken of zitten met hun neus in de bloem. Zo is het toch, hè? Dus we moeten zeggen, oké, vandaag zijn we goed bezig, het lukt allemaal. Het was ik, mijn zaak gaat goed, ben bedrijfsleider geworden in plaats van sportman. Het gaat allemaal goed. Maar misschien kan er een keer iets gebeuren dat in één keer wat minder goed gaat. Ben ik er klaar voor? En als je er niet klaar voor bent, het is daarom het eerste dat je leert in judo is verliezen. Je leert te vallen. En dan leert je ook terug recht te staan. En dat is eigenlijk de kunst.